can't stop the love we made. Hoi, welkom bij weer een nieuwe Shoutout Saturday. De Shoutout Saturday is een reeks met video's waarin ik verschillende YouTubers in het zonnetje zet. Ik gun namelijk alle YouTubers veel meer bekendheid en ik probeer vooral hierbij de kleine YouTubers een beetje te ondersteunen. Iedereen steekt namelijk ontzettend veel tijd in het maken van video's en ik vind dat dit heel erg beloond mag worden. Ik vind het zelf ook fijn als mijn video's vaker bekeken worden. Je ziet je kanaal groeien, je krijgt meer abonnees. Dat is gewoon superleuk dat je die waardering krijgt. Dus dat wil ik graag overdragen op anderen. Ik heb wel besloten om de komende tijd wat minder Shoutout Saturdays te maken, namelijk om de week. Ik wil meer tijd gaan steken in mijn video's die woensdag en vrijdag altijd online komen, zodat ik ook mezelf en mijn eigen kanaal wat meer kan professionaliseren. Maar mocht ik natuurlijk genoeg tijd overhouden in de week, dan probeer ik zeker wekelijks een Shoutout video te gaan uploaden, maar voorlopig eerst even om de week. Nou, de eerste YouTuber die meer bekendheid verdient is Stephanie de Jong. Stephanie woont op Aruba en werkt hier als leerkracht op een basisschool. Ze heeft altijd ontzettend leuke vlogs waarin het gewoon lijkt alsof ze altijd op vakantie is, omdat ze natuurlijk op Aruba woont. En daar ben ik echt heel erg jaloers op. De video's zijn super vrolijk en lekker zomers. En ondanks het harde werken filmt ze de leukste feestjes en natuurlijk ook andere dingen. En wat mij betreft verdient ze gewoon veel meer abonnees en hoop ik ook dat jullie echt even bij haar kanaal langs gaan om haar de waardering te geven. Nou, zoals je nu een beetje in het videooverzicht kan zien, ze heeft hele vrolijke zomerse video's. Lekker kort maar krachtig vertelt ze in het stukje over nog even iets over haarzelf. En natuurlijk, vergeet niet om bij haar langs te gaan. En natuurlijk om op de abonneerknop te drukken, want dit verdient ze gewoon heel erg. En de volgende YouTuber die ik heel graag meer in het zonnetje wil zetten is Yara van Os. Yara is echt een hele lieve meid die inmiddels meer dan 1000 abonnees heeft gehaald. Ze maakt heel veel verschillende video's. Zo maakt ze gewone vlogs, doet ze leuke challenges, zowel alleen als met anderen. Geeft ze reviews of neemt ze ons mee achter de schermen als ze een leuke fotoshoot doet, zoals ze laatst heeft gedaan. Kortom, echt een onwijs veelzijdig kanaal met hele leuke content. Zo heeft ze laatst ook weer een nieuw intro- en kanaaltrailer, dus iedereen kan weer een beetje op die manier met haar kennis maken. Hierin ontwikkelt ze zich steeds meer. En net zoals bij Stephanie verdient Yara ook nog veel meer abonnees en hoop ik echt dat ze uitgroeit tot een hele succesvolle YouTuber. Want ze is gewoon een hele leuke, vrolijke en spontane meid. En elke keer als er een video online komt, wil je daar gewoon meteen naar kijken. Nou, en tot slot Familie Fun familievloggers. Deze familie is sinds kort begonnen met YouTube, maar ze groeien echt enorm hard. Ze is ook echt van harte gegund. Ze maken over het algemeen vooral vlogs. Maar er komen ook regelmatig andere video's online, zoals challenges of shopvideo's. En ik heb echt respect voor YouTubers die zich zo snel weten te ontwikkelen en deze familie hoort er gewoon echt bij. Ze groeien natuurlijk niet voor niet zo hard en met hun kanaal, ja als dat zo doorgaat, dan kunnen ze bijvoorbeeld net zo bekend worden als de Bellinga's. Ik weet niet of je het zo goed uitspreekt, maar iedereen weet waarschijnlijk wel wie ik bedoel. Nou, dus ook bij dit kanaal, vergeet vooral niet om even te abonneren als je dat leuk vindt. En mocht je nou denken, hey, ik wil ook in een Shoutout Saturday video, laat het dan vooral even achter bij de reacties en wie weet zie je jezelf terug. Mocht je deze video nou leuk vinden, doe dan vooral natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet net zoals bij de andere kanalen ook niet om bij mij te abonneren. En dan zie ik jullie natuurlijk hopelijk binnenkort weer terug bij de volgende Shoutout Saturday.